En daar is Rick Emming al. Hij vertelt de familie Sonderman hoe dit ging. Zij zijn samen met Titia nog de mede-eigenaren van deze geweldige Kenzo Flevo. Destijds wel geveild hier op de yearling sale, maar ingehouden door de inbrengers. Immers, het is een halfbroer van een derbywinnaar en het bod van 10.000 of 11.000 destijds was niet genoeg. En nu moet eigenlijk gaan blijken of dat een verstandig besluit is geweest of niet. Hans mag de winnaar. Ja, dat is die andere Martin. Hè. Ja, ja. De winnaar mag en hij is officieel een 1-14-4 voor de winnaar. Er zijn nog wel twee paarden uit de uitslag. Die zitten niet bij de eerste drie. Oké, dus daar kom je zo dadelijk op terug. Ja, Rick, gefeliciteerd. Nou, zeg het maar. Hoe schaal je hem in tegen de Duitse jaargangstop? Ja, moet ik zeggen, daar heb ik nog niet tegen gereden. Er zijn wel een paar... Nou, in ieder geval 2-3 hele goede, denk ik. Maar ja, dit was voor de eerste keer ook fantastisch. Ja, heel goed. Eerste keer voorwerk was minder. Wat hebben jullie in de tussentijd gedaan? Ja, niet zoveel. ja, eigenlijk. Hij deed in de koers gewoon goed. Oké, dus er was helemaal niks nodig. Op het moment dat het moet gebeuren, dan staat hij er. Ja, ik heb een beetje vlot gereden onderweg. Want hij denkt overal over na. Dus ja. Ik denk dan maar even wat harder. Maar ja, dat maakt hij geweldig af. Ik bedoel... Hij is erg hengst? Ja, nou ja, hij is met van alles bezig. Maar, wat minder met koersen, maar dat komt wel, denk ik. Maar zoals jij nu denkt, Berlijn moet kunnen? Ja, ik weet niet hoe die rechtsom gaat. Dus, dat is even we gaan het zien. Oh, wespje. Goed, Rick. Dankjewel.